Ik vind het Heusden een hele mooie gemeente om voor te mogen werken. Want je krijgt hier echt heel veel ruimte om je eigen vakmanschap tot uiting te laten komen. Wat ik interessant vind aan gebiedsontwikkeling is dat je gewoon stapsgewijs de openbare ruimte gewoon mooier en beter ziet worden. En dat is heel fijn om aan het einde van de dag toch het gevoel te hebben, ik heb hier een stukje bijgedragen. Dat is het mooie van Heusden, er speelt van alles. Er zijn kleine inbreidingslocaties, postzegelplannetjes tot uitbreiding meer in buiten de kernen. We zoeken een nieuwe projectleider gebiedsontwikkeling, senior. Hij of zij komt terecht in een heel leuk team, clusterprojecten. Het zijn echt bij ons de grote gebiedsontwikkelingen waar je mee bezig gaat houden. Dus Stenenburg, het voormalige land van ooit, maar ook waarschijnlijk Geerpark. En dat is een van de duurzaamste wijken van Nederland. Een van onze kernwaarden is dialoog en samenwerking. Niet alleen intern, maar ook met buiten. Ja, dat lijkt mij een hele mooie speeltuin om in te kunnen bewegen. Cluster Projecten is een heel gezellig team. We zoeken de samenwerking op met andere clusters, maar ook met buiten de mensen, de externe. We zoeken iemand die echt een eigen visie heeft over hoe hij aan de slag wil gaan met zijn project. En daarbij echt die spin in het web is voor die projecten. Maar ook projectmatig werken binnen de gemeente Heusden kan versterken. Een enorm pluspunt om te werken bij de gemeente Heusden is de fijne informele sfeer die hier geldt. En het clusterproject is gewoon een heel gezellig team met leuke mensen, dus meld je vooral aan. Ja, ik vind mijn werk heel erg leuk. Daar draagt de collega's hem bij, maar ook een heel enthousiast en ambitieus bestuur. Als je komt werken bij de gemeente Heusden, dan verwachten we echt wel iets van je. We zijn trotse mogelijkmakers en heel belangrijk is, we hebben ook heel veel plezier met elkaar. En voel je daarin thuis, moet je bij ons komen werken. Ja, ik heb gewoon het leukste beroep van hier heel het gemeentehuis en misschien wel daarbuiten.